Goed, voorwaarts ter plaatse. Code voor emergency. Oké, prio 1 ongeval alweer. Op de snelweg nu. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor. En vandaag ga ik op pad met de VOA. Dat is natuurlijk super vet. Dit busje gemaakt door politiemeneer, meen ik. Super vet ding. Er zit alleen achterin niks. Dat kun je duidelijk zien ook dat er niks in zit. In ieder geval het vet hier aan is. Ik zal hem even naar buiten rijden. Ja, dit is wel echt een VOA busje. Er staat wel forensische opsporing op. Maar ik ging al eens kijken van hoort dat wel, maar dat staat overal op die busjes, meen ik. Dus hoort het niet, sorry daarvoor, hoort het wel, ja dan, ja, ik weet er eigenlijk niet of het hoort. Ja, in ieder geval, stop voor nog, ook al kan ik met dit busje geen stoptekens geven. Aangezien er, aangezien hij op een plek staat waar geen stoptekens worden toegelaten, hebben we oranje nog. Maar wat ik wel erg gaaf vind, oh, dat gaat verkeerd, deze. Een paal, en als het goed is, zou ik echt verlichting moeten geven, zie je? Dus dat is wel gaaf, we gaan het zien. Als het goed is kan ik niet meer achteruit rijden, nee, dat dacht ik al. We zijn in ieder geval een middag of avond, dan kunnen we misschien nog wat avondmeldingen pakken. Even in zijn automatic zetten en dan doe ik deze even weg, want daar heb ik niks meer aan. Ja, het uniform is ook niet echt volledig VOA. Ik dacht het lijkt er het meeste op. Ik moest wel mijn koppel daarvoor afdoen, maar dat is dan maar even zo. En voor de rest gaan we echt kijken wat we allemaal gaan meemaken. En moet je even weer, juist. Handling en zo. Nee, fout. Nee, ook fout meen ik. Voor de mensen die mijn video's al langer kijken. Mijn stuur kan soms heel raar doen en dat kan ik achterhalen als hij weer goed is, als hij begint te trillen als ik een stoeprand aanraak. Ja, als jullie het horen, ze zie je ook, ik doe nu helemaal niks, ik raak het stuur niet aan. Dan weet je van, hij komt de stoeprand niet om met deze snelheid, dus ja, dan... waar is dat? Ja, natuurlijk. Nee, dat is helemaal daar. Dat gaan we niet doen. Ik blijf natuurlijk van de... No, ja, noodhulp wil ik niet zeggen. Maar ik blijf natuurlijk wel politieagent. Dus komen er echt meldingen binnen waarvan ik denk... Oh shit, dat is in de buurt. De noodknop van een collega of zo. Ja, daar ga je natuurlijk wel even heen. Maar dit was absoluut niet in de buurt. Dus ja, VOA rijdt ook niet echt rond natuurlijk. Maar ja, we gaan er wat van maken vandaag. Ik hoop dat ik er wat gaas van kan maken. Er staan in ieder geval daar wel autootjes stil. Misschien kan ik die eens even snel... meepakken om... Oh nee, hij rijdt alweer. Oké. Okay. Ja. Daar gaan we kijken nemen. Een hij hangt vast. Ah, ja, nee, daar komt hij. Prio 1 melding. Ongeval op een heuvel. De VOA is gevraagd. Ik heb wel een beetje lag, maar ik... Dat is natuurlijk niet zo goed. Oeh, dat is heel erg lag opeens. Het begon toen ik de melding accepteerde. Ik heb frame drops, joh. Dat is niet normaal. Dat is jammer. Ja, tuurlijk. Die vrachtwagen zie je nooit. Dus onderweg naar ons eerste ongeval. En natuurlijk ter plaatse doe ik niet de handeling die de VOA en het echt doet. Maar ik moet de melding gewoon afronden. Ja, en, VOA gaat in ieder geval naar ongevallen. Waar staat VOA nou voor? Nou, dat is verkeersongevallenanalyse. Die onderzoeken, meen ik, gewoon de ongevallen. Die kijken naar de remsporen. Die kijken naar de plaats waar iemand is gevallen. Ernstige aanrijdingen. Ze rijden niet altijd met spoed, meestal niet in Amsterdam en zo meen ik dat ze daar wel vaker met spoed rijden. Hier rijden ze geloof ik in Limburg dan echt vooral met spoed naar ernstige ongevallen. Of naar plekken waar je toch van denkt van een oprit of zo, van een hele drukke snelweg.
een hele drukke oprit. Dat je denkt van, nou, er moet wel onderzoek gebeuren. Maar we kunnen niet nog 30 minuten wachten op de VOA. En ja, we willen ook dat het zo snel mogelijk open gaat. Dus vandaar dat sommige ritten dan weer wel prio 1 zijn. Oh, ik was aan het drinken. Oh nee, nu valt me alles. Maar niks uit, sorry daarvoor. Mag niet drinken thuis. Mag wel, maar niet zo handig. Ik hoop toch tot op het moment dat ik deze melding afrond, dat echt die hele lag zo boom weggaat. Dat het gewoon echt deze melding was, omdat die al zo kut binnenkwam met vasthangen en zo. Oh, daar staat een auto. Altijd een veilige plek zoeken om stil te gaan staan, mensen. Busje race wel lekker, moet ik toegeven. En natuurlijk vet gemaakt. Zaten wel wat nadelen in. Over kleine dingetjes. Die zal ik vandaag vast nog wel onbewust laten zien. Maar in ieder geval, ik zal het nu al even laten zien. Oh, hij doet het. Oh. Toen straks reed ik door alle palen heen. Ik snap niet hoe dat kon, maar ik reed gewoon door een paal heen. Zo. Misschien is dit een verkeerde paal om als voorbeeld te nemen. Maar in ieder geval... Ik kon er zo doorheen rijden zonder schade te krijgen. Rechts heb ik mij gezien. De rest van het kruispunt is vrij. Goed, VOA ter plaatse. Ja, maar meteen eens even kijken. Ik ga wel even een paar screenshot hier maken zo meteen. Dus we lopen nu hier zo. Boom! Oké. Okay. Oh nee, dan heeft hij hem niet opgenomen. Maandag uit alle tijd. Ja, we moeten toch foto's maken met de VOA, hè. Dus daar moeten we ook de tijd voor nemen natuurlijk. Goed, met wie ga ik het eerste praten? Ik denk weer niet hoe ik een foto heb gemaakt. Goed. Hallo! Hoe gaat het met u? Ja, niet zo slecht. Ik moet toegeven, ik was aan het... ik reed te snel en ik heb de arme man geraakt. Nou oké, dat is goed meneer. Ik ga in ieder geval het een en ander bij u controleren. Om te kijken of alles goed is. En dan kunnen u uw weg vervolgen. Oké, sorry meneer. Ik ben gewoon een beetje nerveus omdat ik nooit eerder een ongeluk heb gehad. Nou, het is al goed meneer. Oké, meldkamer graag een controle van kenteken. Oké. Okay. Hij staat als gestolen en zijn rijbewijs... Of ja, nee, dat maakt hem niet uit. Goed, ik ga hem dus zo arresteren, weet hij nog niet. Goeiedag. Hoi. Ik weet nooit wie ik als eerste moet aanhouden. Of dat geel, groen, rood is. Of is dat rood, groen, geel. Of groen, geel, rood. Dat zeggen ze niet. Goeiedag agent. Toen ik ter plaatse aankwam, zei het slachtoffer me dat de persoon in de subway te hard reed. En hem heeft geraakt. Hij ging blablabla... Hij stopte. Zijn auto van het slachtoffer ging tegen de... Ja, weet ik veel. Ik moest dus eerst met de agent spreken. Ik vraag aan hem, dus met wie zou ik het eerst praten? Nou, oké. Okay. Ik moest eerst met de ambulancemedewerker praten, zegt hij. Hij zegt van praat eerst even met het slachtoffer. Nou, die ligt dus hier. Misschien is het ook wel logisch om eerst naar je collega's te gaan. Misschien is het gewoon mijn foutje. Hallo meneer. Hoi. Ik ga even naast je zitten hoor. Hoe gaat het met je? Niet zo slecht. Ik bedoel, het had erger gekund. Maar gelukkig was de ambulance hier snel. In een paar minuten. Oké, kun je me iets vertellen wat de ambulance medewerker me nog niet heeft verteld? Nee, in principe wat hij je zei is het enige wat ik weet. Oké, blablabla. Is hij... onbeleefd tegen geweest of zo? Nee, hij was heel erg sorry. Hij voelde zich heel schuldig. Blablabla. Oké, dankjewel. Goed, maar jij was... Ik ga nog maar eens even met je praten dan. Anders. Voordat dat dan weer het crashje sluit. Ik moet zijn auto geloof ik ook even na
kijken of ik doe nog een keer zijn. Oké, goed. Hey, luister kameraad. Jij bent aangehouden. You're under arrest, you piece of crap. Voor het rijden in een gestolen voertuig. Je mag gewoon nog even voor mij blazen, want ik weet niet of je gedronken hebt. Dat is gewoon boom is blazen. Oh, jij staat op. Oké. En dan ga ik wat takenwagens erbij vragen. Oké, hij heeft gedronken, hè, maar het is nog niet zoveel dat je niet verder zou, of dat je niet zou mogen rijden. Het is nooit verstandig om met alcohol te rijden, maar goed. En je hebt cocaïne gehad, zie ik. Niet zo goed, hè, vriend. Ja, hier de VOA, graag een transportje. En twee takenwagens voor een... Een heftig ongeval hier. Gelukkig goed afgelopen. Nou, ik vind hem wel super vet. Hoi. Oké. Doei. Oh, die auto's aan de fik. Oh, doe nog niet. Ik ben er weg voordat die ontploft. Ik stroom even op. Nou, zeggen jullie nu al, wij willen vaker de VOA zien. Laat dan ook even weten of ik gewoon wat noodhulp meldingjes moet aannemen. Kijk, achter mij rijdt dus een persoon met een vuurwapen in zijn auto. Of in ieder geval iemand die gewapend is. Moet ik nou zeggen, ja, die is in de buurt, dus die neem ik aan. Moet ik hem nou bijvoorbeeld een stopteken geven? Want ja, hij rijdt al een invloed. Maar wat ik al zei, ik denk niet dat ik hem kan laten stoppen. Ik zal eens proberen, want ja, het blijft politie, hè. Dus ook hun kunnen je gewoon, de VOA kan je ook gewoon een stopteken geven. Maar ik kan dat niet. Kijk, ik druk nu op shift. Het enige wat ik kan is blauw aanzetten. Stop voor aanzetten. Even klem rijden of zo. Hun langs laten gaan. En dan moet ik maar gewoon even dubbel E. Goed, en dan heb ik hem staande. Goeiedag, hé. Hey, je ziet er heel erg verward en gedesoriënteerd uit. Heb je toevallig iets gedronken? Dat is de reden van de staanhouding ook. Maar dat is even voor mij blazen tot ik stop zeg. blazen. Oh maar. Oké. Hey, ik heb nog even een rijbewijs van je nodig. En die is ingevorderd. Dus je rijdt met een ingevorderd rijbewijs en onder invloed. Dat betekent dat je bij deze bent aangehouden. Voor het rijden onder invloed en het feit dat je met een ingevorderd rijbewijs rijdt, daar krijg je gewoon die bekeuring voor. Je auto kan hier niet blijven staan. Dus ik heb daar een telefoonnummertje voor. Die gaat weggesleept worden. Dat is een snelle bak. En jij wordt meegenomen. Of wordt opgepikt. En de kosten van het wegslepen zijn voor jezelf. Want ja, jij eigenlijk schuldig bent. Doei! Nou, ik heb even geen kentekencheck gedaan. Want hetzelfde geld staat hier nog eens gestolen op. Maar dat zien ze dan wel op het bureau als ze hem als ze het verder hebben onderzocht. Nou, laten wij doorgaan. Voor alle wagen. Oké, prio 1 ongeval alweer. Op de snelweg nu. En we hebben een prio 1'tje gekregen van de meldkamer. Hoi. Ping. Oh, ik krijg een berichtje. Die moet ik wel even lezen. En links afslaan. En nog eens links en dan gaan we weer de heuvel af met volle snelheid. Oh, sorry. Nou, nu dus onderweg naar het tweede ongeval van vandaag. Een auto-ongeval op de snelweg. Ambulance is ter plaatse en we gaan het zien wat we daar ik ken deze melding wel.
Ik ga eens even snel iets doen hoor, even... Oh nee, dat was er dus niet, oké. Ah, nu is mijn stuur weer verpest. Maar die is nu alweer goed, oké. Ik weet niet waarom ik de bocht zo nam, hoor, maar... We kijken naar rechts, we zien al, we kunnen al een kleine inschatting maken. Ik zie dat de brandweer ook gekoppeld is aan de melding. Hier staat een auto, dus vandaar de keuze dat ik hier de stoeprand lekker mee pak, lekker bezig win. Ja, VOA ter plaatse. Hoe gaan we het aanpakken? Oh, oh. Knalt er eentje op de ambu. Hier is het incident gebeurd, dus hier zetten we onze auto ook neer. En dan gaan we hier ook het een en ander bekijken. Met wie gaan we eerst praten? Met de ambo. Oh, dat busje. Goedendag, hoi. Hey, wat is de situatie? Nou, goed om je te zien agent. Oh, ik praat nu met de brandweerman. Ik heb geen idee hoe met de bestuurder praten. Oké, ik ga eens kijken. Hoe gaat het met de motorrijder? Het ziet er niet goed uit. Hij zal het overleven, maar hij heeft heel veel kritieke verwondingen. Dus ik moet hem echt nu naar het ziekenhuis brengen. Oké, dan ga ik wel met iemand anders praten. Doei. Oeh, dat scheelt heel weinig. Hallo. Hallo mevrouw, gaat alles goed? Ja agent. Oké, nou oké, vertel me alsjeblieft wat er is gebeurd. Ik weet het niet, mijn remmen werkte niet, het was heel eng. Ik probeerde echt hem af te remmen. Wat bedoel je, remmen werkte niet? Nou, ik heb deze auto gisteren gekocht bij de autodealer. Hij zei me dat alles oké was met de auto. Oké, kun je me het rest vertellen van die autodealer, mevrouw? Ja, de naam van de autodealer is LS, autodealer is LS Supercars. Oké, ga bedankt mevrouw. U wordt zo opgepikt door iemand en dan kunnen u weg hier weggaan. Die auto's rijden echt heel snel hier voorbij. We gaan even kijken. Vriend, jullie rijden hier mokertje hard langs. Jij afremmen. Goed zo. Ja joh, doe dat maar. Collega's zijn er. Ja joh, tuurlijk. Collega's zijn ter plaatse van de noodhulpdienst. Dat betekent dat zij verder het hier oppakken qua ID's, ID-controles, noem nog eens wat. Blaastesten en zo. En ik hou me nu bezig met het onderzoek. Nu is mijn taak dan maar niet om naar die autodealer te gaan en te vragen van what the fuck, of sorry voor mijn scheldgebruik, wat heb jij gedaan met die auto? Maar dat doe ik wel, want anders rond je de melding niet af. Ja, je moet toch wat taken hebben, snap je? Dus we gaan daar zo meteen, of nu heen, en dan gaan we daar vragen van hey, wat is hier allemaal aan de hand en waarom, hoe kan dat met dat busje zijn gebeurd? En kijken wat zijn reactie is. Of ik neem aan dat we dat gaan doen. Voor de mensen die nu zeggen van waarom doe je alsof je niet weet, je weet het toch wel. Ja, ik weet het wel, maar er zijn altijd nieuwe kijkers bij. Dus ik weet hoe het afloopt. Voor de vaste kijkers die dus dit al eerder hebben gezien in andere video's van mij, die weten ook hoe het afloopt. En voor de nieuwe kijkers, daarom zeg ik niks. Dat heb ik vaker met LSP. Tuurlijk, er zijn altijd meldingen die ik maar één keer kan doen, omdat ik dan niet weet hoe het loopt. En vervolgens, daarna alle andere video's is precies dezelfde uitkomst. Dus dan weet ik wel hoe het loopt. Maar ik doe gewoon nu alsof ik het niet weet. En bij al die andere meldingen doe ik het ook niet. Ik doe natuurlijk niet twee LSPD-val afleveringen achter elkaar. Maar ik zal maar zo om de vier LSPD-val afleveringen of zo kan ik toch wel weer eens dezelfde melding doen. Tja,
dan zijn er vast wel weer een stuk of meestal 100 abonnees toch wel, ja, iets meer, iets minder, of iets minder vaak bij. Nu wachten we wel erg lang. Vowa heeft haast, Vowa moet er ook gewoon door. Hier is het ook zo druk joh, mag je even tussendoor. Ja, thanks. Als jullie toch allemaal links gaan, kan ik ook wel... Ja, ja, pleur hem daar maar neer. Als ik gestopt en kon geven, had ik hem gegeven. Goeiedag Vowa te plaatsen. Ja, wat hebben we hier? Mooi bak. Niet mijn type, maar ja, toch wel duur zou het zijn. Hallo, goeiedag. Hallo politie. Hey, hey, hoe kan ik helpen? Nou, een van uw auto's is betrokken geweest in een voertuigongeval. Oh, echt? Oh, wat triest. Heel triest. Er is iets met de remmen gedaan. Ze zijn een beetje gemanipuleerd. Dus kun je me daar iets over vertellen? Nou, ik heb echt geen idee. Het spijt me schat, maar ik heb niet heel veel tijd. Oké, okay, ik wil toch even binnen rondkijken als dat mag. Nou, wat? Ja, het zal wel. Oké, okay, dan ga ik nu naar binnen. En dan, voor iedereen, we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen hier nu elk beetje gaan kijken. Ligt het hier? Ligt het hier? Want we zoeken iets wat remmen beïnvloedt. Of we zeggen toch de ervaring van de andere video's. En we weten inmiddels dat het hier ligt. Dus we hebben hem nu. Dit ziet eruit als een hackerstoel, dus we gaan eens aanspreken op zijn gedrag. Nee. Nee, ik kan niet achtervolgen, dat is heel kut. Of ja, ik kan... Oh, daar komt hij. Ik kan nog mijn stopteken. Ja, 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 rij daar maar tegenaan, vriend. Ik kan natuurlijk wel eenheidjes erbij vragen van de noodhulp die het op kan lossen voor mij. Dat ding is ook mogelijk te snel waarschijnlijk, hè? Ik kan wel klem rijden natuurlijk. Oeh, nu... What the fuck gebeurde daar? Oh, er rijdt, zie je, dat bedoel ik. Ze kunnen door mijn bus heen rijden. Kut, ik kan hem dus... Dat heeft geen zin om met een brandblus te gaan aanhouden. Ja, nu raak ik hem gewoon nog kwijt, hè. Kijk, hij reed dus tegen mijn bus aan. Of door mijn bus heen. Ja, aan de kant, ik moet iemand aanhouden. Nou goed, we gaan niet te veel risico nemen. Ik ben hem officieel kwijt in 3, 2, 1. En hij rijdt daar nog. We zien hem dus nog. Hoppa, heb je ook nog een voorbus zo hard zien rijden? Oh ja, die heb ik trouwens wel zo hard zien rijden. Dat was, die vloog bijna uit de bocht toen. En dat heb ik niet zelf gezien, maar op een filmpje. Maar ik ga het filmpje in de beschrijving zetten. Ik ga hem natuurlijk niet zomaar eruit, een stukje waar die uit de bocht vliegt, eruit knippen en in mijn eigen video plakken. Want ja, dan krijg ik alle views, om het maar even zo te noemen. Hij is ontsnapt. Maar ik zal even in de beschrijving een filmpje zetten waar een Vowa bus zo hard rijdt tot hij de bocht bijna niet haalt. En gewoon letterlijk tot hij de bocht in komt en gewoon in het onverharde stukje van de weg. Of in de berm vliegt. Dus voor nu staat het, ja, schiet me op. In de beschrijving. Wij gaan naar de laatste melding voor vandaag. En die... Sirius MVA. En even zo'n... Weet u alsjeblieft Prio 2. Prio 2. Oké, okay, ik moet met de agent gaan praten. Dus 2,6 kilometer. Prio 2 vind ik dan toch wel lang. Dus we krijgen net te horen via ons oortje, en dat kunnen jullie niet horen, dat het Prio 1 is geworden. Want een heftig incident en er moet snel de weg vrij worden gemaakt ofzo. Oké, okay, dus we gaan ter plaatse als eerste praten met de agent. Dat is, en die zal dan zeggen met wie we verder gaan praten. Eigenlijk ook wel heel logisch allemaal. Dat we gewoon dus vragen van, of aan de collega's eerst vragen van hoi, wat is er aan de hand? Je gaat niet meteen eerst vragen aan de eerste beste man die je ziet. Hoi, wat is er gebeurd? Dat zou ook raar zijn natuurlijk. Oh, motor. Maar voor wat kan dus naar heel veel incidenten toe gaan hoor.
iemand die is aangereden, vaak is dat wel dodelijk, denk ik. Dan zie je toch wel, dan zie je zo'n witte lijn op de, of zo'n wit tekening van een persoon op de grond liggen. Daar heeft dus het slachtoffer gelegen. Of een, ja, ze reconstrueren het ongeval vaak. Dus ze gaan kijken hoe is het gebeurd. En ik denk, ik denk dat dan ook wel wordt gekeken van kan het? Van, oké, dus ze zeggen van hier is de auto gestopt, dit zijn de remsporen. En de fiets ligt daar. Laten we zeggen dat het hier is geramd. Zou het logisch zijn als de fiets daarachter terecht is gekomen. Ik ken niks van een VOA, maar dit lijkt me een beetje wat ik denk. Van dat zou dan wel, als ik ze soms te werk zie gaan, iets logisch beredeneerd zijn. Dus, ja. Tuurlijk, jij kan ook zeggen, ik rij iemand aan en ik zet mijn auto helemaal daarachter. Of juist vlakbij hem. Terwijl je 100 meter verderop stond. En dan zegt van ja, maar hij reed, hij sprong opeens voor mijn auto op het laatste moment. Terwijl je hem 100 meter daarvoor al had aangereden tot hij zo ver door de lucht vloog. Dus daar wordt allemaal naar gekeken, denk ik dan. Hier staan heel veel collega's te plaatsen, zie ik. Dus dat is mooi. Maar met wie moet ik nou beginnen? Met de eerste beste die ik zie. En dat is hier recht voor mij. Ik zet mijn voorbus gewoon hier. Nee, ze kunnen maar over dat middenvak. Kijk, je kunt er ook doorheen lopen, geloof ik. Zo. Ik ga met hem beginnen te praten. Goedendag. Hoi. Hallo agent, wat is het probleem vandaag? Nou, wat ik heb gezien is dat het slachtoffersauto werd geramd. Werd bijna gewoon gepit door de verdachte. Ze zijn gestopt. Ze zijn uitgestopt en zijn toen begint te schelden. Oké, bedankt agent. Speak to the victim, dat is nu in het groen. Dit zal denk ik de auto ook van de victim zijn. Flink toegetakeld. Hallo. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Ja, wat ik me herinner, ik was naar mijn vriend onderweg voor bier en opeens, boem, zomaar, opeens, uit het niks. Deze dombo heeft me geraakt en ging me continu nog rammen in mijn zijkant, alsof hij me wilde pitten. Oké, bedankt meneer, ben u gewond? Nee, de ambulance heeft me gecontroleerd en hem ook. Ik ben oké, maar die eikel daarachter heeft een sprain twist of ik weet niet wat dat betekent. Oké, blijf hier maar even staan, ik ga even met hem praten, ja? Dankjewel. Goedendag. Kun je me iets vertellen over het ongeval? Flikker op je domme varken, ik vertel helemaal geen één fucking woord naar jou. Hij sneed me af, dus ik had al het recht om te raken, ik wil het nog een keer horen. Goed, je bent bij deze aangehouden. Je bent verdachte in dit in deze aanrijding en belediging ambtenaar of functie. Mag daar best bij komen. Ik weet niet of je hebt gedronken. Dat gaan mijn collega's jou vast nog allemaal uitleggen. En dan ga ik er van door. En nog een voor webbusje, Ewa Pikkies. Goed. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Jullie mogen nog kijken hoe ik hem dadelijk heel mooi achteruit inparkeer in de hal waar we, of in de garage waar we ook zijn begonnen. Wil je dat niet, snap ik dat heel goed. Dan kun je nu wegklikken. Komt sowieso geen melding meer en je gaat sowieso niks meer missen qua qua aankondigingen of wat dan ook. Alleen maar hoe we wachten hier voor een stoplicht. Over 2 dagen zien jullie weer een video. Zoals altijd. Mocht het niet zo zijn, ja, dan is daar een reden voor. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik probeer het. Ik beloof niks. Ik ben geen vaste YouTuber. Dat wordt, dus dit is misschien wel handig voor jullie om alsnog te weten. Ik ben geen vaste YouTuber die
alleen maar YouTube doet. Ik heb ook gewoon werk, ik heb ook gewoon een opleiding, et cetera. Dus mocht ik ooit eens zoiets hebben van shit, ik heb geen video over 2 dagen, maar ik moet ook nog, of morgen heb ik geen video en ik moet ook nog voor een toets leren of ik heb avonddienst, ja, dan gaat die avonddienst en die toets voor. Dus ja, dan is het maar zo. Het is puur een hobby voor mij. Dus ja, tot over 2 dagen, maar dat komt helemaal goed. Tot dan, doei!